Ja, weten we het nog? Weten we het nog? Die 8 mei, ja, 2019. Ajax tegen de Spurs. Ja, natuurlijk weten we dat nog. Dat gaat nooit meer iemand vergeten. Die enorme, enorme domper die we daar met z'n allen hebben meegemaakt. Want ik maakte daar toen een historische opname van zelfs. Want ik ging voor de tv zitten een minuut voor... Voordat de scheidsrechter afluiten. En ik ging daar zitten met het idee van... Ik ga vertellen van... Voor het eerst in 20, 25 jaar weer... Een Nederlandse club in de finale van de Champions League. En we gaan met z'n allen gaan we daar heerlijk naartoe leven. En de voorpret van de finale in Madrid. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik ga voor die tv zitten. En... Boom! Daar komt die... Die enorme klote goal. Tja, en die domper. Die domper. Kijk maar. Nog 1 minuut van deze ontzettende billenknijper. Want, straks. Urenlang krijg ik mijn billen niet meer van elkaar. Geloof me nou, want dit hoe spannend hebben we het gehad? Hoe spannend is het ooit geweest in het voetbal in Nederland? En dat is nu het geval. Hier. Nog 30 seconden. Hey, als je scheidsrechter maar op tijd gaat fluiten. Onana neemt zijn tijd. En gelijk heeft hij. Doe rustig aan. Onana neemt zijn tijd. Ja, als je scheidsrechter gaat fluiten. Scheidsrechter mag gaat fluiten. Hier, nog 4. Hier, kijk mee. Nog 4. Hier. Nog 10 seconden. Nou, kom op. Kom op Ajax, nou alles, hier, geef ze de bal niet, ja, hou vast nou. Als je die scheids moet gaan fluiten zo langzamerhand. Kijk uit nou, oh goal, oh nee toch, oh Jezus, oh nee. Ik word hier gewoon, ik krijg gewoon een heel vervelend gevoel in mijn maag. Hij bestaat. Jongens, dit is echt vreselijk, hoor. Dit is echt, de secondes waren weg. En... Nou ja, dit is zo'n domper. Dit is zo'n domper. Dit hebben we een hele tijd voor nodig. Om dit te verwerken. Nou ja, kijk, hup. Hoe is het mogelijk? Nou ja, ik ga ermee stoppen. Ik ga hiermee stoppen, want ik word hier helemaal niet goed van. Bizar.